Welkom bij weer een aflevering van Uit in de Regio. Deze keer voor u de laatste twee weken van september. Op 16 september is er een paranormale avond met Marielle Becks bij café-restaurant Hotel Het Vertrek in Boksmeer. 17 september, het Nederlands Genootschap van Wijnvrienden organiseert een wijnproeverij in Hotel de Baronie aan de Spoorstraat in Boksmeer. Deze begint om 8 uur. Op 18 september, het Overloons Toneel brengt dit jaar een meeslepend drama op de planken over de tijd dat Roemenië gebogen ging onder het juk van Ceausescu. Rupa Lucian, kind van Roemenië. Deze voorstelling is in het Openluchttheater in Overloon. Bij mij aan tafel zitten Peter en Hugo. Welkom. Waarom is er voor dit stuk gekozen? Of kun je ongeveer daar iets... Waarom hebben we hiervoor? Je gaat met een groep mensen kijken naar wat voor stukken eventueel gespeeld zouden willen gaan worden. En omdat het pas geleden was dat de herdenking min of meer was van het feit dat die omwenteling daar plaatsgevonden heeft, was voor ons voldoende reden om dit stuk aan te grijpen, om dat uit te gaan voeren. En uit gaan voeren, is dat dan zo makkelijk, zo'n stuk uit te voeren? Nou ja, je hebt natuurlijk een regisseuse en die bepaalt eigenlijk van hoe het gespeeld gaat worden. Wij zijn de spelers en wij volgen eigenlijk de aanwijzingen van de regisseur. Hè. Dus de regisseur zegt van ik wil dit, ik wil dat, zo. Ja. En, Maar dat moet dan ook wel kunnen dan? Want of zij kent inmiddels jullie talenten. Ja. Maar het is ook zo dat daar een zekere samenspraak in is. En dat wij met ideeën komen, dat zij met ideeën komt. En uiteindelijk wordt dat een stuk wat we met z'n allen uitvoeren. Ja, nou is dit stuk dus een bestaand stuk dan. Ja. In hoeverre wordt hij dan bewerkt om het door jullie te kunnen spelen? Of bepaalt puur de regisseur dat? Dat is voor een gedeelte de keuze van een regisseur. Regisseuse in dit geval. Ik geloof eigenlijk dat het stuk niet eens zo heel erg bewerkt is door ons. We hebben het vrij bazaal uitgevoerd, of het wordt vrij bazaal uitgevoerd. Ja. Dat is ook te zien in de aankleding die we hebben tijdens het toneelstuk. We dragen allemaal zwarte kleding en wordt hooguit aangevuld met een sjaaltje, met een hoed, met een jas. Een masker soms, ja. Om even een ander karakter neer te zetten. Nou, wat het stuk gespeeld in het Openluchttheater, is dat voor jullie heel anders spelen dan binnen in een theater? Ja, absoluut. Het grote voordeel van buiten is eigenlijk de ruimte die je hebt. En natuurlijk een omgeving, daar kun je mee spelen, daar kun je gebruik van maken. Ja, maar moet je het dan ook qua spel zelf grootser brengen of valt dat dan wel weer mee? Ja, dat moet sowieso bij het toneel. Je moet sowieso groot brengen. Ja. Ja. Het publiek zit wel op een grote afstand. Dus daar moet je dus wel rekening mee houden dat je alles eigenlijk overdrijft. Hè. Ja. En hoe vaak hebben jullie dit stuk nu gespeeld? We hebben nu twee keer gespeeld. 2 en 3 juli. En het is jammer dat de agenda's van de spelers niet toelieten om vaker te spelen voor de vakantie. Ja. En gelukkig is er nu op 18 september nog een mogelijkheid om een keer te spelen. Ja. En ik denk ook dat als het mogelijk was geweest om een paar keer vaker achter elkaar te spelen, dat ook ten goede was gekomen aan het aantal mensen wat zou gaan komen. Want ja, mensen horen op een gegeven moment, er is een leuk toneelstuk geweest en willen dat eigenlijk ook wel zien. Maar ja, als er geen mogelijkheid is. Want hierna houdt hij op dan. 18 september is klaar. We gaan nu weer bezig met een nieuw stuk. Het leuke is ook dat in september zal het zo zijn dat het, ja, ik denk rond 8:30 donker begint te worden. Dus we moeten ook heel goed gaan kijken hoe dat we de zaak gaan belichten. Ja, 2 en 3 juli dan, hebben we gespeeld gewoon bij vol daglicht. Ja. Toen was de zon die begon net achter de bomen te komen. Dus het was nog hartstikke licht. Terwijl het nu voor een groot gedeelte in de schemer zal plaatsvinden. En dat zal ook iets extra's geven aan dit hele stuk, denk ik. Ja, en dat is vooraf ook een uitdaging natuurlijk. Ja, licht is heel belangrijk. Ja, zeker. Over het stuk zelf, kun je inhoudelijk kort iets vertellen? Ja, het speelde dus in het tijd dat Ceausescu eigenlijk de dictator van Roemenië was. Rupa Lucian is eigenlijk een kind wat door zijn ouders wordt afgestaan, puur uit wanhoop, uit armoede, van wat moeten we ermee? En wordt vervolgens in het weeshuis geselecteerd om spion of geheimagent van Ceausescu te worden. Daar wordt hij voor. Van de Securitate, ja. Daar wordt hij voor opgeleid. En daar gaat eigenlijk het verhaal op hoe zo'n leven. Nou, het is toch wel gebaseerd op waar gebeurt dan? Ja, dat was ook de realiteit in. Vrouwen waren verplicht om veel kinderen te krijgen, dat was belangrijk, want Ceausescu wilde zijn mannetjes kunnen selecteren. En dat bracht ook met zich mee dat er veel kinderen in weeshuizen terechtkwamen.
En daaruit werd gerecruiteerd voor soldaten uiteindelijk voor de Securitate. Over de kaartverkoop, zijn er nog kaarten te koop? Er zijn zeker nog kaarten te koop. Er kunnen kaartjes aan de kassa gekocht worden op het moment dat mensen er naartoe gaan. Er is een mogelijkheid om kaarten te kopen in Overloon bij Home & Body. Er kunnen kaarten gekocht worden bij de kassa van het Oorlogsmuseum. Of van het Liberty Park heet dat momenteel. Er is een mogelijkheid om op de website kaarten te bestellen. Ja. De website is? De website is www.hetoverloonstoneel.nl. En daar staat een link naar de plek waar kaarten besteld kunnen worden. Ja, een link naar het openluchttheater. Ja, eigenlijk loopt het en er staan al wat foto's op van het spel. Ja, ja. En we spelen dus 18 september en we beginnen om 8 uur in het Liberty Park in Overloon. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Ja, bedankt. Bij mij aan tafel zit Jo Goossens. Jo, welkom. Dank je wel. Fokpaardendag. Daar kun je vast alles over vertellen. Jazeker kan ik er wat over vertellen, want wij organiseren op zaterdag 18 september in Sint-Antonis voor de 84ste keer de Fokpaardendag. Maar dit gebeurt, is het dan dat het ieder jaar ook een beetje groeit? Want het lijkt mij wel een heel groot evenement. We kunnen niet zeggen dat het elk jaar groeit. Voor een jaar of 5, 6 terug was het zo dat het echt wat minder werd. Het had ook te maken met, denk ik, dat de agrarische sector wat inkromp. Nu is het zo dat we op dit moment meer animo hebben. Maar ik moet ook zeggen dat we een aantal enthousiaste medewerkers in onze stichting hebben bijgekregen. Die er heel hard aan trekken. En op dit moment is het zo dat we denk ik een aardig programma hebben. En wat houdt het programma in? Het programma houdt in dat wij in het voormiddaggedeelte om 10 uur starten wij met de keuringen. De keuringen van ponies, mini Shetland ponies. Haflingers en tinkers. Iemand loopt met zijn paardje langs een driekoppige jury. En die bepalen op een gegeven moment of iemand de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende wordt. Ja. En wat gaat er dan vooraf aan zo'n fokpaardje dan? Wat moeten de mensen doen? Moeten ze de haren vlechten? Moeten ze de paarden glimmen? Op de eerste plaats, ja, heel duidelijk. Ik denk dat je er alles vanaf weet. Dat nog niet, maar... Het paardje moet heel erg goed gepoetst worden. Het paardje moet getraind worden. En diegene die het paard presenteert, die moet er zelf ook heel netjes op staan. Mooi, in een wit pak, witte schoenen, et cetera, et cetera. Dus er zijn wel regels aan. Het is echt officieel en dat loopt fantastisch. En ik denk dat er in totaal ruim die dag, 18 september, zaterdag 18 september, ruim 250 paarden op de brink in Sint-Antonis komen. En dat past prachtig, nostalgisch. Ja. Hoe is dan die selectie in grootte van de paarden? Want wat moet ik mij daarbij voorstellen? Zijn dat allemaal hele kleine ponietjes of ook echt grote paarden? Dat is een hele goede vraag. Om het feit dat we hebben verschillende categorieën wat betreft de grootte van paarden. De mini-ponies, Shetland-ponies en dan hebben we de haflingers. En dat zijn eigenlijk allemaal paarden die zijn kleiner als 1,57 meter. Mm-hmm. Alle paarden die beneden de 1,57 zijn, dat zijn eigenlijk zeg maar ponymaat. En al wat daarboven zit, dat zijn de maten voor de paarden. Mm-hmm. Kijk, en als je het tinkerstamboek, dat heeft bij ons een extra premiekeuring, dat is wel specifiek op de brink. Dan moet je eigenlijk zien, dat is zo fantastisch mooi. En dat zijn paarden die variëren in de grootte van zeg maar 1,48, 1,50 tot zelfs 1,566 meter. Dat was het programma voor de ochtend. Voor de ochtend, ja. Ja. En wat gaat er 's middags gebeuren? En van 1 tot 1:30, dan komt er een prominent en die komt de dagkampioen uitzoeken. Dat is heel mooi altijd. Dus van de 3 verschillende rassen komt dus een prominent. Die komt de dagkampioen uitzoeken. Nou, dat is fantastisch mooi. Daar zit ook een mooie prijs aan verbonden. En dan om 1:30, dan begint het showcircus, zeg maar. Dat is fantastisch mooi. Dan beginnen we om 1:30 tot 2:30. Hebben we 8 aanspannen Friese paarden. Met diverse verschillende koetsen. Bijvoorbeeld de Duitse jachtwagen zit er nog bij uit 1918. De Franse wagonette uit 1891 zit er nog bij. En dan de originele Landauer uit 1890 is erbij. En met tuig heeft het paard aan uit 1960. Dat is dus 50 jaar oud, dat tuig. En zo zie je, als je iets goed onderhoudt, dan is dat ook prachtig voor om er heel lang te kunnen gebruiken. De prijs, want ik zie iets heel moois staan. Een mooi beeld. Dat is net op tijd. Nou, is net op tijd. Dit is een van de kunstsmid uit Westerbeek, Zuurbalzen. Ja. Die heeft dit kleinoord gemaakt en aan ons geschonken. En dit is een wisseltrofee
die elk jaar naar zeg maar de beste Friese aanspannen gaat. Die en beste Friese aanspannen, dat betekent dat je het paard moet goed gepoetst zijn, het paard moet goede gang hebben, moet goede type hebben, maar ze letten overal op. Ze is dan weer dezelfde jury of is daar weer een andere jury? Andere jury, allemaal specifiek mensen die zeg maar ook landelijk keuren voor deze diverse diersoorten. Deze dag, is dat puur één keer per jaar alleen in Sint-Antonis of is dit ook op andere plekken? Zoals wij het organiseren op een brink, zo nostalgisch, folklore, dat kunnen ze eigenlijk nergens, denk ik. Ik wil daar niet bla over doen. Maar dat mag maar best. Nee, maar het is gewoon supermooi. Ja. En Sint-Tunis heeft nou eenmaal een mooie brink, hè? Dat is algemeen bekend. Ja. Na het Friese paardenstuk, als dat mag, dan komt de ponyclub Saxe-Gotha met 12 amazones. Die rijden een kuur op muziek. En daarnaast hullen we ook nog het viertal wat Brabants kampioen geworden is voor een paar weken terug. Dan daarna hebben wij, dat moet eigenlijk iedereen zien, dat is een prachtig carousel met 4 dikke Belgische paarden die ieder 1000 kilo wegen. En die worden bereden in een kuur op muziek door 4 dames, amazones, die zijn van 14 tot 18 jaar. Dat moet je gezien hebben, supermooi. Nou, en als laatste, nou gaan we afsluiten. Als laatste krijgen we de aangespannen Hackneys. De paardjes zijn niet groot, maar ze zijn gigagroot in hun gangen en in de snelheid. En ja goed, er komt in het namiddaggedeelte komt er vaak 4, 5, 600 man. En in het voormiddaggedeelte met de keuringen zijn dat meestal 300, 350 personen. Iedereen is fantastisch welkom. Entree is gratis. Wat een mooi spektakel. Heel erg bedankt voor uw komst en geniet van deze mooie dag. Fijn, dankjewel en bedankt voor de tijd die we gekregen hebben. Graag gedaan. Onder begeleiding van live muziek geeft Carola van Bentum een spetterende jubileummodeshow. Op deze avond wordt ook de winnaar bekendgemaakt van de ontwerpwedstrijd. Bij mij aan tafel, Carola, welkom. Dankjewel. Zullen we meteen even over de ontwerpwedstrijd beginnen? Ja, want dat is goed. Ik heb dat gelezen in de krant dat jij een ontwerpwedstrijd organiseerde. Wat houdt dat precies in? We hebben sowieso dit jaar met ons 10-jarig bestaan allemaal leuke acties geïntroduceerd. En nu hadden we dus samen, heb ik met de schoenontwerpers van Koppenstaart, hadden we een ontwerpwedstrijd in elkaar gezet. En konden iedereen die het leuk vindt en een beetje creatief is, konden een ontwerpje insturen voor een jurkje volgend jaar zomer. En schoenen van Koppenstaart. En dat het dus echt ook bij elkaar past. En de winnaar die dus nu uit de bus is gekomen, die krijgt dadelijk ook het kledingstuk uitgewerkt en de schoenen. En volgend jaar komt het ook in de collectie. Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Ja, ja. En op deze avond wordt hij dan al gepresenteerd? Ja. Ja, ja. En, en de winnaar dan bekendgemaakt? Dan wordt de winnaar bekendgemaakt, ja. Nou is dit een speciale avond, want het is onder begeleiding van live muziek. Dat is eigenlijk wel anders dan normaal een doorsnee modeshow. Ja, ja, ik heb nu echt zoiets van, dit is mijn 10 jaar bestaan en dan wil ik echt een geweldige show neerzetten. En dan ga je eens denken, het moet wel iets anders zijn als anders. En toen ben ik in contact gekomen met deze band. Ze zijn echt ook heel erg succesvol in het buitenland. En normaal gesproken spelen ze eigenlijk niet voor een modeshow. Maar ze vonden het zo'n leuk idee. Dus daar heb ik ze inderdaad bij mij dadelijk. Nou, heel bijzonder, heel speciaal dan. Ja, hè? Dat is heel erg leuk. Hoe ziet de avond er dan uit? Speelt de band en laat je ze tijdens de muziek lopen? Of gaat het is gewoon echt, ze begeleiden dus echt de modeshow. Dus de modeshow loopt op de muziek van de band. En dan tussendoor zijn er wel pauzes dat de band even een harder stuk speelt zelf, zeg maar. Ja. En dus zo wisselen we de avond een beetje af. Dus zodat het echt een avondje uit wordt. Dus niet alleen maar echt een modeshow waar je gaat zitten en dan komen de modellen voorbij gelopen. Maar we maken er ook echt een speciale avond van. Over de show zelf. Jij bestaat 10 jaar. Mm-hmm. Heeft de show een naam? Of, De collectie die er dus getoond wordt, dat heeft de naam gekregen Déjà Vu Collectie. Omdat ik eigenlijk een beetje heb gekeken wat in de 10 jaar een beetje de succesvolle items zijn geweest in mijn collecties. Die hebben we weer een beetje gestileerd tot deze tijd. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal weer nieuw van deze tijd. En een beetje dus invloeden van 10 jaar mijn collecties. Omdat mijn collecties toch heel erg tijdloos zijn. Zijn er altijd wel weer dingen dat je denkt van goh, dat is eigenlijk toch wel weer eens leuk om te gebruiken. Of weer te restylen, ander stofje, net een ander detail eraan. En dan
Je hebt er goed over nagedacht allemaal, tenminste, ja. Zo komt het over. Ja, ja, het past allemaal mooi in elkaar. Ja. Wordt er een entree gevraagd? Of ja. Ja, je kunt van tevoren kaartjes bij ons reserveren. Die kosten €7,50 per kaartje. Daarvoor krijg je dan wel echt een welkomstdrankje en een hele leuke goodiebag die we echt wel leuk zullen vullen. Mm-hmm. En die kun je dan reserveren of via telefonisch. Bij ons in de winkel. Uh-huh. Of je kunt ze gewoon afhalen in de winkel als je in de buurt bent. Of je kunt via even een mailtje sturen van ik wil zoveel kaartjes bestellen. Even naam en e-mailadres vermelden. En dan kun je ze zo reserveren. Wanneer is het en op welke locatie? De modeshow is zaterdag 18 september. Om 8 uur 's avonds begint hij. En het is op Stationsweg 44 in Boksmeer. Autobedrijf van Bentum. En het ligt tegen het industrieterrein aan. Nou goed, makkelijk te vinden dus. Ja, makkelijk te vinden. Oké. Okay. Dankjewel voor je komst en succes nog met eventuele voorbereidingen. Ja, dankjewel. Okay. Graag gedaan. Op 19 september is er een kaarboetsale op het grote grasveld in de wijk Bakelgeert. 21 september in het 50PLUS Café van de Weijen, zoals iedere dinsdagmiddag van 2:30 tot 4:30, is er het internetcafé, maar deze middag ook Engelse naaidoosjes maken. Doosjes die worden bewerkt en versierd met lapjes. Dus wederom een bijzonder creatieve middag. Ook op 21 september in de gemeente Boksmeer zal dit jaar voor de 7e keer een Broem 50PLUS verkeersveiligheidsproject plaatsvinden. 60 oudere automobilisten uit de gemeente Boksmeer worden in de gelegenheid gesteld een laagdrempelige opfriscursus te volgen. De organisatie van het Broem-project is in handen van de SWOGB in samenwerking met Radius en de gemeente Boksmeer. Op dinsdag 21 september van 9:30 tot 11:30 is er een theorieochtend die verzorgd zal worden door een medewerker van 3VO. Op dinsdag 28 september zullen de deelnemers een programma afwerken onder toezicht van een professionele rijinstructeur. Deze beide Broemdagen zullen plaatsvinden in hotelcafé-restaurant Concordia in Vierlingsbeek. De officiële opening van het Broemproject zal worden verricht door wethouder Bert Moeskop. Dan is het nieuwe theaterseizoen weer begonnen. Met onder andere in het Weijen Theater op 22 september One Night of Queen. Gezongen door Carrie Mullen en The Works. Aanvang 8:15. Op 23 september comedy De Wijze Kater. Met onder andere Mark Rietman. Deze voorstelling begint ook om 8:15. 24 september Joep Onderlinden. Geeft een try-out cabaretvoorstelling. Deze begint om 8:30. En als afsluiter 25 september muzikaal cabaret door Middelbare Meiden. Deze begint ook om 8:30. Op 25 tot en met 28 september is de jaarlijkse kermis in Fortemullum. Op 25 september sociaal café bij Vertrek aan de Spoorstraat in Boksmeer. Mensen met een verstandelijke handicap komen dan samen van 7:30 tot 22:00 avond. Op 26 september is het koopzondag in het centrum van Boksmeer. Maar dan is ook tevens de 9e Maasheggenloop. Georganiseerd door AV Sporting in Boksmeer. Inschrijven kan via www.avsportingboksmeer.nl. Op 26 september is er een drumsessie. Deze wordt gegeven door leerlingen van de Meander. In de zaal bij Café Hotel Restaurant Het Vertrek aan de Spoorstraat in Boksmeer. Tot zover de agenda van de maand september. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Uit in de Regio.